Welkom bij deze tweede Capgemini Invent Talks video over uitdagingen in de zorg. Vandaag gaan we het hebben over het combineren van zorgdata. Mijn naam is Eva en ik sta hier met twee experts, Richard en Myrthe. En we gaan het vandaag hebben over data-ecosystemen in de zorg. Nou, als ik denk aan een ecosysteem, dan heb ik eigenlijk de associatie met het boek The Circle van Dave Eggers, waarin één organisatie alles over je weet. Is dit beeld terecht, Richard? Nou, eigenlijk wel. Als je gebruik maakt van de Nederlandse zorg, ben je al onderdeel van een zorgdata-ecosysteem. Denk aan je huisarts, het ziekenhuis, het laboratorium, de apotheek, de gemeente, maar ook de zorgverzekeraar. Daarbij zijn er ook landelijke organisaties die over delen van je medische gegevens beschikken. En ook kwaliteitsregisters. Ook kun je als patiënt of als burger toegang krijgen tot data via een zorgportaal. Dat is natuurlijk wel alleen voor die zorginstelling, of anders via een persoonlijke gezondheidsomgeving. Ja. Nou, dat klinkt voor mij toch een beetje als Big Brother is watching you. Hoe zie jij dat, Myrthe? Ik begrijp dat je dat zo ziet. Echter, Big Brother is watching you, een negatieve lading. Het suggereert dat we in de gaten worden gehouden tegen onze wil en ook tegen ons eigen belang in. En natuurlijk is dit niet het doel van een data-ecosysteem in de zorg. Dus het is belangrijk te realiseren dat de medische gegevens worden gebruikt ten goede van onszelf. Zo draagt een data-ecosysteem bijvoorbeeld bij aan een beter passende zorg. Geeft het ons ook inzicht in onze eigen gezondheid. En het draagt ook bij aan medisch onderzoek naar onder andere nieuwe behandelmethoden. En dit natuurlijk alleen wanneer de patiënt hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. Dat lijkt me inderdaad heel belangrijk. In Nederland zijn er 8000 huisartsen, huisartsenposten, ziekenhuizen, GGZ-instellingen, verpleeghuizen en nog veel meer andere zorgverleners. En die moeten dan allemaal toegang kunnen krijgen tot die data over mij. Hoe zorgen we ervoor dat daar toezicht op is? Nou, allereerst zijn er allerlei wettelijke kaders die dat borgen. De bekendste is natuurlijk de AVG, maar denk ook aan de nieuwe WGIS, dus de wet gegevensuitwisseling in de zorg. Toezichthouders toetsen of wordt voldaan aan die normenkaders, maar eigenlijk is dat niet de kern. Eigenlijk moeten we een deugdelijke architectuur bedenken met een betrouwbaar data-ecosysteem. Ja, je noemt het al, betrouwbaar data-ecosysteem. Daarvoor is het natuurlijk nodig dat ik eerst toestemming geef voor het gebruik van data over mij. Wat is daarvoor nodig, Myrthe? De twee belangrijkste aspecten hier zijn vertrouwen en transparantie. Vertrouwen, daar heeft Richard aan net een en ander over uitgelegd. Maar minstens net zo belangrijk is communicatie en transparantie. Dus wat gebeurt er eigenlijk met de data over mij? Wie heeft er toegang en waarvoor gebruiken zij het? Nou, ik zie als tip op de horizon dat er een online service komt waar je als patiënt antwoord krijgt op dergelijke vragen. Dus je zou hier moeten kunnen zien welke zorgorganisaties medische gegevens over jou hebben. In de Nederlandse publieke sector zien we dat de stappen in deze richting worden gezet. Bijvoorbeeld via het portaal Mijn Overheid, waar je als burger kunt zien welke organisaties persoonsgegevens over jou hebben. Dus deze transparantie over het gebruik van data zie ik wel als noodzakelijk om het vertrouwen van de burgers te winnen. En dus daarmee ook als een van de belangrijkste succesfactoren van een data-ecosysteem. Ja, je noemt al een succesfactor, maar ik ben wel benieuwd hoe dichtbij zijn we eigenlijk bij een zorgdata-ecosysteem in Nederland? Nou, er zijn verschillende initiatieven in Nederland. De NFU is bezig met een zorgdata-ecosysteem voor het delen van data. Zowel voor het primair gebruik voor patiëntenzorg als voor secundair gebruik voor wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsregisters. Nou, daarbij beschikken wij in Nederland over grote hoeveelheden hoogkwaliteit zorgdata. Waarbij, mits we dat goed gebruiken, onderzoek en innovatie kunnen versnellen. Health AI in Nederland is hier ook mee bezig. En dat lijkt op de Franse Health Data Hub, waar Capgemini ook een rol in heeft gespeeld. Vanuit Europa komt de European Health Data Spaces eraan, die nieuwe standaarden gaat definiëren binnen de EU. Wat ook heel veel impact gaat hebben, positieve impact hopelijk, op de Nederlandse zorg. Nou, bedankt Richard en Myrthe voor deze toelichting en inzichten die van jullie ontvangen. Dan wil ik de kijker bedanken en ook vragen om vooral contact op te nemen met ons als je hulp nodig hebt bij het opzetten van een betrouwbaar zorgdata-ecosysteem. Bedankt voor het kijken naar deze Capgemini Invent Talks video.